heb vandaag voor je een shoplog. Ik had afgelopen week best wel veel gewinkeld. Dus ik dacht, ik neem voor je een shoplog op. En ik ben allemaal naar verschillende winkels geweest. En ik doe gewoon alles lekker door elkaar. Ik zeg gewoon van welke winkel het is. Ik weet niet overal de prijzen meer van. Dus laten we beginnen. Ik heb zo'n stoel gekocht. En dit wou ik al heel graag. En deze komt van de Zeeman. Ik weet niet meer of die er nog te koop is als die deze video ziet. Hij was 4 euro. Ik vond hem echt heel leuk. En ik wil deze eigenlijk om mijn knutselkast zetten. Want ik wil deze leuk decoreren. Ja, ik vind dat wel leuk, zulke dingetjes. Even kijken. Ik heb deze pot gekocht. En deze pot kan je ook bij de Sims komen. Ik was volgens mij voor 9 euro kwijt. Er zitten van die kraaltjes aan. En ik heb het potje ook gekocht. De plant zelf komt ook van de Sims. Lag erbij bij ons. En die ziet er zo uit. Er zat wel nog een draadje aan. Maar in ieder geval, dit is de, ja, de pot zelf waar de cactus in zit. En ik vond dit wel leuk omdat het iets hoger is dat het zo naar voren komt. En deze zijn 4, maar ze hadden ook met 3. Maar ik heb de volste eruit gevist. En die ik het mooiste vond. Dus ik heb deze uitgekozen. En deze hangt bij mij bij het raam. Wat ik nog meer heb gekocht bij de Zenos is cadeautjes. En je denkt, ja, maar je laat toch je cadeautjes niet zien. Dit is voor mijn vriendinnetje. En die is dan al jaren geweest. Dus ik kan het gewoon met gerust hart laten zien. Ik heb dit gekocht. En dit zijn van die, allemaal van die kleine theetjes. En ik heb dit laatste keer op. En dat was best wel lekkere thee. Dus ik dacht, ik koop dit ook voor haar. Maar waarom heb ik thee gekocht? Omdat ik een theedoos heb gekocht. Omdat ze een uitzet spullen wou. En ik dacht, ik koop een theedoos. Want het is altijd handig. En wat ik erbij heb gekocht is deze pizzasnijder. In de vorm van een, ja, van een scooter. Ik vind hem echt heel leuk. Het is echt heel schattig. Haar vader heeft ook een motor. Dus ik dacht, ik vond deze wel heel leuk. In het roze met zijn scootertje. Ik vind hem wel heel grappig. Je hebt volgens mij ook een andere kleur. Maar bij ons was hij alleen maar in het roze. Ik heb stempels gekocht. En ik heb deze bij de Hema uitleg gekocht. Dus ik weet niet of die overal te koop is. Maar het zijn allemaal verschillende vormpjes. Ik vind hem zo leuk. Ik vind het altijd heel leuk om te stempelen in mijn agenda. Dus dit zijn van die kleine vormpjes. Terwijl ik denk van vakantie. Is ook een beetje vakantieachtig. Als je bij iemand gaat logeren. Ik vind het altijd wel leuk om een stempel erbij te doen. Waar mensen met stickers hebben, heb ik met stempels, muziek. Dus een corset bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik vond deze wel leuk. En deze was maar 2 euro. Dus ik dacht, ik kan hem niet laten liggen. En je krijgt altijd gratis een stempel kussen bij. Ik heb deze drinkbeker gekocht. Ik had vorig jaar ook een drinkbeker. Die neem ik altijd mee naar school. Want ik vind het lekker om thee te drinken. Maar die is gaan lekken. En die was ook plastic. En nu heb ik er een die echt, ja, van binnen ook echt een thermoskant is. En ik wil dit ook eigenlijk voor water gaan gebruiken. Ik weet niet of dit handig is. Want ik gebruik nu gewoon een flesje. Maar dan neem ik en een theebeker mee. Ja, een thermosbeker. En een flesje. En ik vind dat eigenlijk een beetje overdreven. Dus misschien kan het bij elkaar. En hier zit 400 ml komt erin. Deze was een tientje. En dit is gewoon van Zenos eigen merk. Ze noemen het een rijstbeker. Hij moet lekvrij zijn. Hoogwaard, ik snap dat niet hoor, die hoogwaard. Maar ik laat het even inzoomen, dan kan je zien. Hij is 6 uur blijft hij warm. Dus ik weet niet of die voor mij warm genoeg is. Maar eigenlijk drink ik vaak in de bus een half uur later. Dus dan zal hij wel nog warm blijven. Maar andere thee bleef ook altijd gewoon warm. Maar als het koud is, is dit zo lekker om thee te nemen in de bus. Ik vind dat echt heerlijk. En deze had je ook in meer kleurtjes. Ik heb deze kwast gekocht. En deze komt van de Etels en ik was er toevallig en ik zocht eigenlijk een concealerkwastje en ik kon niet bij de Hema slagen en dit is wat steviger kwastje om je concealer onder je oog bij te werken. Ik vind dit wel fijn en deze was volgens mij 7 euro. Ik heb deze mascara gekocht en iedereen is fan van deze mascara van Essence en nu heb ik hem ook gekocht. Ik vind hem best, ik heb hem 1 keer al gebruikt, ja. Ik heb altijd mijn mascara dat er altijd onder mijn oog komt. Ook wil ik dat niet. Hoe duur het mascara is. Ik heb dure gekocht van een tientje. Ik heb goedkoper geprobeerd. Andere merken. Maar ik krijg altijd gewoon een laag zwart onder mijn ogen. Ik weet niet hoe het weggaat. Dus als weet jij het, laat het even achter in de reactie. Maar ik heb deze gekocht. Ik vind deze best. Ja, ook doe ik soms de onderkant niet. Ik krijg nog een zwart laagje eronder. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik denk dat het gewoon aan mijn ogen ligt. En ik heb ook een nieuwe
ja, BB cream noem ik het altijd, foundation gekocht. En dit is op oliebasis. Ik vind deze heel fijn. Ik heb de Club 10 volgens mij. De Club 10. En ja, ik vind deze fijn. Hij was bijna op, dus ik dacht ik koop een nieuwe. En volgens mij is deze onder de 5 euro. Ik weet eigenlijk niet hoeveel de kost, maar ik vind hem wel fijn. En je doet er ongeveer 3 maandjes bij en dan moet je echt een nieuwe kopen. Ik heb een tandenborstel gekocht, want ik had altijd een handtandenborstel. En toen dacht ik, ik moet echt weer elektrisch poetsen, maar ik wil gewoon een eigen tandenborstel. En ik heb deze gekocht bij de Blokker voor 24 euro. En dan krijg ik 2 van die dingen. Ik heb hem nog niet open gemaakt. Nog eens hier bij de HEMA uitleggend gekocht. Ik heb deze kattenstick gekocht. Ik zal hem even open doen. Zo. En deze was 6 euro, maar nu zag ik hem weer voor 4 euro. Dus ik heb hem weer te vroeg gekocht, maar ik had hem al uitgepakt. En ik vond deze wel heel leuk. Ik had om een keer te proberen, iedereen is een fan van babylips gekocht. Dus ik weet niet of ik het fijn vind, maar ik gebruik lippenbalsem echt de hele dag door. Ik ben echt verslaafd eraan. Ik heb ook potjes, maar ik vind deze sticks altijd wel fijn. En iedereen is helemaal rood tot de boom van babylips en EOS. Maar EOS vind ik echt best wel duur. Ik betaal bijna 6 euro. En deze was 3 euro of zo. Dus ik dacht, ik kan het een keertje proberen. En wat ik nog heb gekocht is deze Essence Blush. Want ik heb echt al vanaf mijn 16 dezelfde kleur blush. En ik heb eigenlijk nooit een andere gekocht. Ik weet niet waarom ik dat niet deed. Maar ik vond het best. En nu dacht ik, ik koop er geen bij. En volgens mij is deze van de nieuwe collectie. Deze kleur. En het is in de kleur 10 Please Makeup. Please Makeup. En het is in de kleur 10. Het laatste wat ik heb gekocht is deze Essence Cool. Deze Essence Cool pakbouwer. En dit is gewoon wit. En bij mij is die gewoon kapot. Ja, weet je, als dat doosje bij mij kapot gaat, dan neem ik hem niet meer mee naar school. En dan koop ik gewoon een nieuwe. En die neem ik dan mee, want anders ligt altijd poeder door het hele. En als ik thuis ben, dan gebruik ik die poeder dan, maak ik hem op. Ik weet niet, maar ik slaap altijd die doosjes. Dat ligt denk ik aan mij. Nou, dit was de shoplog. Ik had niet over mijn prijzen van. Maar ik dacht, ik laat het toch zien, want het is misschien wel leuk. Bedankt voor het kijken. Doeg!